machine to suck. So close your eyes, I'll cut you inside. And tell me, did I hurt you? Hurt you? Your machine will die. Tell me what I wasted. Tell me. And gasoline is in my head. I'm turning on. And gasoline is in my head. Gasoline is in my head. Laten zien dat ze tegen een nieuw tracé zijn. En uiteraard de pers, de heer Koop, van harte welkom die hier aanwezig zijn. Stop de verrommeling. Stop de verrommeling. We waren zeer teleurgesteld over de MER-rapportage die is uitgebracht. Want die ging volledig voorbij aan wat Rietmolen wilde. Het nieuwe tracé is voor Rietmolen, kort gezegd, een ramp. De leefbaarheid van ons dorp wordt enorm aangetast als je alleen al denkt aan de school en aan onze kerk. Bedrijvigheid, met name de agrarische bedrijven die doorsneden worden. Het is echt een groot probleem voor Rietmolen. De sociale gemeenschap wordt afgesneden door een grote weg. En wij hebben ervoor gepleit voor het opknappen van de huidige N18 parallelwegen erlangs, om daardoor de veiligheid en de leefbaarheid te vergroten. En wij vinden ook dat de leefbaarheid in Eibergen verbeterd moet worden met een korte omleiding om Eibergen. Zwarte ballonnen staan bij ons voor. Rauw. Ja, rauw.
teleurstelling. En voor het tracé, het zwarte asfalt, dat hier straks het beeld bepaalt in deze omgeving. Nou, ik vind het eigenlijk niet zo leuk, want daar kan ik nu nog niet naar school fietsen, omdat de weg er dan overheen komt. En ja, de familie en vrienden die gaan dan achter de weg. En ja, gewoon niet zo leuk. Ik vind het heel erg. Ja! En roepen we! Ik vind dit een uiterst mooie actie. Toevallig kwam met de auto hier aanrijden en ik hoorde op de radio dat de FNV een paar duizend mensen vandaag met een landelijke demonstratie bij elkaar had gekregen. Jullie zijn hier met ruim 100 mensen voor één klein dorp. Ik vind dat jullie zelf een applaus verdienen voor het feit dat jullie met zoveel, voor zo'n kleine actie, eigenlijk zo lokaal toch zoveel mensen bij elkaar hebben gekregen. Ja, dames en heren, ik weet niet of ik vanmiddag wel zo'n grootste applaus krijg als mijn voorgangers. Maar ik zou graag nog even namens het gemeentebestuur het woord aan u willen richten. Ik sta hier ook mede namens mijn collega de heer Pim Eshuis van de gemeente Haarsburg, want dit is Haarsburgs grondgebied. Eigenlijk heb ik hier helemaal niet zo heel veel te vertellen. Maar ik heb een mandaat van hem gekregen om vanmiddag ook namens hem het woord te voeren. Omdat we uiteraard ook met de gemeente Haarsburg nou overleg hebben gevoerd over het tracé. Over het tracé, ja, de bestuurlijke voorkeursvariant zoals het genoemd werd. Het is dus ook zo dat de beide ministers, de ministers van Verkeer en de ministers van Grond, dus ook de minister van Milieu, uiteindelijk goedkeuring hebben gegeven aan de bestuurlijke voorkeursvariant. Dus... Deze politie, nou, horen jullie mij? Ja, hè? Ja. Ga daar niks mee straks. Oké, daar gaan we. Schitterend, hè? Nog wel, hè?